Welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Hoogte met het mooiste uitzicht van de Betuwe. Want langs de A15 bij Tiel staat de nieuwe hoteltoren van Van der Valk. En waar binnen de laatste hand wordt gelegd aan het interieur. En buiten een stickertje wordt geplakt. Graan is Graan Casino. We moeten iets groot doen en met fruit. Dus we dachten, we maken de grootste fruitautomaat van Nederland. En die zie je hier op de gevel. Maar eerst de fysiotherapeut aan het woord. Ik ben Frits Hitsel en ik ben samen met Joop Netten de praktijk hier begonnen een jaar geleden. Dus we zijn nu een jaar bezig. Het is een praktijk voor neuromusculaire therapie, shockwave en fysiotherapie. Nou, wat houdt dat in? Dat houdt in dat wij vanuit de alternatieve zorg mensen behandelen. Dus vanuit een andere invalshoek dan vanuit de fysiotherapie. Een breder spectrum, zeg maar een holistisch beeld waaruit we mensen behandelen. Daarbij maken we gebruik van de shockwave technieken. En als mensen hier onder behandeling komen, dan krijgen ze een uitgebreide intake, een screening, welke een uur duurt. Waarin wij hun hele klachten in beeld gaan brengen en daarin ook de eerste behandeling geven. Dit is de fitness waar wij gebruik van maken. Het is momenteel nog 120 vierkante meter. Dat wordt dadelijk met allemaal nieuwe apparatuur 600 vierkante meter, zodat we nog meer mensen optimaal kunnen behandelen en dat er ook meer vrijheid is qua apparatuur en geüpgrade apparatuur. Ja, in het najaar van 2015 hopen we alles in te kunnen richten en dan hopen we begin 2016 te kunnen starten met alle faciliteiten die het Van der Valk Hotel biedt, waaronder dus ook het zwembad en de fitness. En dan die sticker die je niet kan missen op de gevel. Tiel is de stad van Flipje, fruitstad. Wij dachten van Graan is Graan Casino. We moeten iets groot doen en met fruit. Dus we dachten, we maken de grootste fruitautomaat van Nederland. En die zie je hier op de gevel. Ja, we hebben hier een bedrijf bijgehaald, M2 Printing. Een club uit die de ID&T-toren in Amsterdam gedaan hebben. En wij hadden zelf het idee om de gevel te gebruiken. Omdat het natuurlijk een prachtige uitstraling is richting autobaan. En M2 kwam met het idee van, god, waarom zou je geen fruitsymbolen gebruiken in die gevel? En zo is dat idee ontstaan. De fruitsymbooltjes die kun je zien. Natuurlijk is het matig verlicht, omdat je zeker richting autobaan niet wil afleiden in verband met de verkeersveiligheid. Dus daar is ook aan gedacht. Maar als het goed is, zie je bij je nacht de fruitsymbooltjes oplichten. Ja, we zijn nu een paar weken open en alles binnen loopt redelijk gesmeerd. Dus het was nu ook tijd om te beginnen met onze uitstraling naar buiten. Nou kunnen we echt wel wat meer mensen gaan handelen. Dus dit is de eerste stap in de goede richting, denk ik zo. Nog meer stappen in de goede richting maakt de nieuwbouw binnen. Beste kijker, ik ben Jan Rutgers. Ik ben de nieuwe general manager van het Van der Valk Hotel Tiel. En ik ben heel blij dat ik u nou als eerste een kijkje mag geven wat er zich in het hotel op dit moment afspeelt. Goed, we staan hier nu in de lobby van het hotel voor de receptiebalie. Je ziet, je kunt drie incheckbalies zijn voor de 180 kamers die we dadelijk moeten huisvesten. En u hoort misschien op de achtergrond wat geluiden. Als u daar kijkt, ziet u dat we nog in volle gang zijn om het gebouw verder af te werken. Volgt u mij? De liften naar de verdiepingen. Die staan hier, 16 verdiepingen en aan de bovenste verdieping de Sky Lounge. En dan hebben we hier natuurlijk nog de Chicho Bar. Dat is onze koffiebar, een speciaal koffieconcept waar we vijf verschillende koffie serveren met vijf verschillende thee-assortiment waarmee we de lobby voorzien. En net om de hoek, als u mij volgt, hier ziet u, maken wij een begin met de gewone beverage bar, dus een hotelbar. En achter de hotelbar ziet u de cigar lounge die aan het ontstaan is. Oké, je ziet, er gebeurt aardig wat in de lobby en dat is alleen nog maar de lobby. Volgende keer zal ik u iets laten zien op de eerste verdieping wat wij van plan zijn met onze restaurants, bars en terrassen. Kortom, meer van achter de schermen. Het Vitaliteitshotel is voor iedereen, zowel voor mensen binnen als voor mensen buiten de regio. En het gaat erom dat mensen gezond worden, zijn of blijven. Het kijkje in de keuken bij het Van der Valk Hotel Tiel in de volgende aflevering van Op de Hoogte.